Moet je misschien eventjes in het Italiaans vragen? Papa, ik zit hier bij het artiestenbureau van Henny Huisman, RTL Veronique en de Gourmet Sounding Show. En ik imiteer Billy Vera. En ik zou zo graag willen, als het geluid gevonden wordt, dat ik dan een klein schoteltje aanschaf. Hoe dat klinkt. Buonasera, papa. Spero che compri un affare per poter guardarmi. Fototje. Spero di vederti presto. Ciao, papa. Ja? Maar die zoon, hè? Onder aan beginnen, hè? Die bodem, hè? Pas op, hè? Onder aan beginnen, in die theaterbureau. Hey, die bodem, hè? Oké. Okay. Nou, ik wens je veel succes, want het schijnt een heel mooi nummer te zijn. Ik wens je veel succes. Dankjewel, Inge. Oké. Okay. Dames en heren, Marco Bezzato was Billy Vera! Standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, 'cause you just don't love me no more. What with knowledge that you just don't love me, you think I would curse you or say this to hurt you, 'cause you just don't love me no more. Did you think I could hate you or raise my in de studio, en dat is me nog een keer overkomen met jou. Dat was in de voorronde
toen je mee graag wilde doen. En nou sta je hier en het gebeurt weer. Barry Stevens. Ja, als eerste. Deze jongeman heeft zo'n ongelooflijke beheersing over zijn omgeving, zijn stem, zijn lichaam. En vooral wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is zijn gevoelens en zijn emoties met zijn interpretatie van de tekst dat hij zingt. Dat is zo'n ongelooflijke talent. Ik wou alleen even een klein toegeven. Ik denk dat de showbusiness echt een grote winst heeft. Absoluut. Dankjewel, Billy Vera. En ik ga weer sneller met die